welkom bij een nieuwe video. Ik probeer elke keer wat mee te vloggen. Maar er komt er steeds niets van. Of ik vind het zelf dan niet bijzonder genoeg. Ik ben nu even Enya aan het uitlaten. En dan ga ik zo vers geven. En ik heb een nieuwe dienst. Ik ga namelijk mijn fotografie hier oppakken. Ik doe dat eigenlijk al jaren. En nu wil ik dat graag echt fotoshoots gaan aanbieden. Dus ik heb mezelf ook aangemeld bij Rianne Marije. Zij heeft heel veel op Instagram, maar zij heeft een soort van academie voor fotografen. Zodat je daaraan kan meedoen en zodat je kan leren over fotografie. Dus daar heb ik me voor aangemeld om mezelf nog meer te ontwikkelen in fotografie. En dan hoop ik allemaal shoots te gaan doen. En dan ga ik ook kijken of ik er ook mee kan vloggen. En omdat ik nou mijn fotografie op wil pakken, ben ik ook op zoek naar sponsorruiters. Ik heb op mijn Instagram willeke.paard.dans.met. Ik heb op mijn Instagram van willeke.paard.dans.met. Ik ga ook even een linkje doen. Heb ik een oproepje gedaan. En denk jij, dat wil ik ook heel graag. Ga even dan naar dat Instagram account. Kijk even naar het oproepje sponsorruiter gezocht. Want eigenlijk ben ik op zoek denk ik naar 2 sponsorruiters. En ik weet nog niet zo goed wat ik wil. Dus het maakt voor mij niet uit hoeveel volgers je hebt. Als je maar wat actief bent met je paarden. En toevallig dan in de regio zit waar ik of woon. Of aan mijn paarden staan. En dan komt het eigenlijk helemaal goed. En op zich kun je ook verder weg wonen. Alleen dan komen er bij de shoots nog reiskosten bij. Dat is even in de notendop. Dus ben jij een leuke Instagrammer, Facebooker, ben jij druk op social media en druk met je paardjes? En lijkt jou het leuk om sponsorruiter te zijn? Laat mij dat dan weten. Dus dan zeg ik, kijk dan op de Instagram account. Weer aan de hand. Daarnaast Stanley mag ik nou ook weer oppakken. En die ga ik nou vandaag voor het eerst weer met een bitje trainen. Want die is 4 weken geleden. Maar 4 weken alweer. Nou ja, het is nog even 3-4 weken geleden. Met de tandarts geweest. Mijn hond roepen. En ja. Kom. Kom op. Weet je zo. Hier, kom al. Ja, kom dan. Weet je zo. Ja. Nou, waar was ik gebleven? Oh ja. Dus ik ga vandaag lekker werk aan de hand. Met Stan doen. En Max ga ik wandelen, denk ik. Ik weet nog niet of dit een weekendvlog wordt, een paasvlog. Het is nou Pasen. Het is een goede vrijdag. Of dat het een dagvlog wordt, dat weet ik nog niet. Maar dat zien jullie zeggen hoe de dag allemaal loopt. Ik ga nu verder met de hond uitlaten. En dan ga ik lesgeven. En je eten geven. Heel blij blijven. Zij krijgt brokken van Vitostyle. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik was nogal een beetje sceptisch erover. Want ik weet dat mijn paarden het heel goed doen op oerbalans van Vitostyle. Ik denk, ik ga de brokken proberen. Kijken hoe ze daarop doet. Maar eigenlijk doet ze daar heel goed op. Dus daar ben ik blij mee. Ja, ik moet wel altijd een beetje vlees doorheen doen. Maar dan moet ik met alle brokken iets van verwende hond. Let niet op de zooi.
Dus even in je eten geven en dan ga ik zo naar de lesplant. En daarna doen we de paden. Dus maar eerst even lekker eten voor de hond. Nou, zoals jullie kunnen zien, een lekker gewachtje. En weg is het. Wieuw. Ja, ja. Ja, daar staan de brokken. Oh, lekker eten. Eet smakelijk. Dan sta je gezellig in de file. Want er is een ongeluk gebeurd. En verder weer een ongeluk gebeurd. En ik doe al ruim. Dus nu... Nou, 12 uur. Of, ja, nee. 11 uur ben ik vertrokken. En ik doe er nou ruim al bijna 3 kwartier over om de A27 op te komen. En volgens, ik zou 12:15 op stal zijn. Als de stomstom. En nu zegt stomstom dat ik er pas om 1 uur ben. En ondertussen glij ik nog steeds. Dus heel langzaam. Dus ik weet nog niet wat ik ga doen. En aan de andere kant denk ik, ik ga naar huis. Ik ben er helemaal klaar mee. En aan de andere kant denk ik, weet je, het is pas 1 uur. Dus ik ga, ja, jammer dan hoe laat ik dan op stal ben. En dan ga ik alsnog naar de heren. Dus ik heb nog geen idee. Het ligt eraan hoe lang het nog allemaal duurt voordat ik hier uit ben. Want het wisselt nogal. Tom zegt nu dat ik er om 1 uur pas ben. Het kan ook zo zijn weer dat hij zo meteen zegt dat ik er nog later ben. En vanavond ga ik uit eten. En ik raak hier altijd best wel overprikkeld van. Niet zozeer door de mens of wat. En ook maar gewoon, ja, ik kan niet zo goed tegen al die prikkels. En dus ik word er altijd heel moe hiervan. Sowieso door de corona heb ik nog steeds mijn energie niet zoals die hoort. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik doe. Ik wil eigenlijk Stanley oppakken. Ik moet natuurlijk rustig aandoen. Maar goed, ik ben ook al 2 dagen niet buiten geweest. Dus aan de andere kant wil ik ook wel heel graag naar zo toe. En natuurlijk, 1 uur is nog steeds vroeg als ik er ben. Maar ondertussen sta ik nog steeds vast. Dus geen idee. Maar goed, in ieder geval... Vandaar dat ik ook gewoon kan filmen, want het gaat gewoon echt sluipvoets. We gaan het wel zien hoe lang het duurt de file. Volgens mij zijn er twee ongelukken gebeurd. En ik hoop gewoon echt wel dat er niks aan de hand is. Tenminste niet ernstig, dat het gewoon allemaal blikschade is. En dat we er allemaal veilig uit deze file komen. Maar voorlopig sta ik hier nog wel eventjes. Heel gezellig. Nou, toch... Even naar stap gaan. Oh, de heren zitten. Ik ga zo met Stan wat ik aan de hand doen. Ik pak hem gewoon vanuit de Paddock Paradise. En dan ga ik gelijk met hem aan de slag. Ik ga vandaag voor het eerst hier met een bitje. Dezelfde gebruik ik de Rockhard. En het enige nadeel is. Goede ervaring mee. We hoeven iets harder van. En het is wel fijn als ze op het harde lopen. Dat ze wat bescherming hebben. Deze is een beetje vloeibaar. Het ziet ook een beetje uit als water. En je werkt met een kwastje en dat vind ik onhandig. Dus dacht ik, ik ga het even in een spuitflesje doen. Dus dat ga ik zo meteen nog even doen. En dit doe ik gewoon, in het begin deed ik het elke dag. En nu doe ik het 1 keer in de week. Want anders wordt het te hard. Je wilt ook niet dat het hoeven te hard worden. En voor de vochtigheid gebruik ik deze. En het is van hetzelfde lijntje. Kijk zo. Zelfde lijn is dat. Van NAF is dat. Daar ben ik eigenlijk wel heel tevreden over. Stanley heeft het er altijd heel goed op gedaan. Ook in de periode dat hij van ijzers afging. Nu staat hij wel vroeg op ijzers. Maar het is meer voor zijn achterhoeven. Want ze lopen hier best op het harde. Dus nu ga ik mijn spulletjes pakken. Ik ga eerst eten klaarmaken. En dan neem ik Stanley vanuit de paddock gelijk mee. Dus dan ga ik hem daarna pas poetsen. En jullie kunnen gezellig meekijken met de training. Nou, ik heb nu Stanley naast me. Zien jullie net niet. Hij wil nog een wondje op zijn... Kom eens hier, Stan. Ik heb hier een wondje. En de neusriem komt er net niet tegenaan. Ik heb hem ook iets lager gedaan. Maar goed, we gaan gewoon rustig oppakken. Het is ook gewoon een oppervlakkig wondje. Beetje schaafvlekje. We willen natuurlijk niet dat het open gaat. Dus we gaan gewoon rustig weer aan de slag met hem. Eerste keer weer dat hij een bitje in heeft. Nadat de tandarts is geweest. En wanneer die is wel lekker wollig aan het worden. Dus hij gaat op
een paar weken wel weer geschoren worden. Dat is het nadeel van een paard met Cushing. Die vacht wordt bij hem gewoon te dik. Maar in ieder geval, ik ga gewoon rustig aan de slag. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, stopte ik halverwege met de training. Zijn wond van zijn tandverwijder is helaas nog niet helemaal dicht. Ik had wel gekeken toen ik de pit indeed. En toen leek hij toch wel goed gesloten te zijn. Maar omdat er natuurlijk altijd wel eten komt in zo'n gat, zag ik het. Blijkbaar heb ik het er toch niet goed gezien. Hij leek er tijdens het trainen geen last van te hebben. Want het bit komt niet echt tegen die wond aan. Maar ja, je wilt ook niet dat het ongeluk gebeurt natuurlijk. Het bloedde niet echt, maar het is gewoon, het is wel dicht. Alleen het is nog heel erg doorbloed. Dus er moet nog, nog wat weefsel, toch nog wat dichter, wat meer tandvlees gaan ontstaan. Het was ook natuurlijk een behoorlijk gat. Dus eigenlijk zou ik op buitenrit gaan. Maar ik denk dat ik die afzeg, want ik kan wel bitloos met stelling naar buiten. Alleen het wordt de eerste keer dat ik weer met hem naar buiten ga in een vreemd bos, dus ook niet een bos die hij kent. En dan ook nog met zijn nieuwe kudde. Dus dan is Telly altijd in het begin altijd wat plakkeriger. Dus dan vind ik het zelf wat fijn om dan toch even een bitje bij me te hebben. Natuurlijk moet je hem terugrijden op je sit. Maar met een bit vind ik het net wat fijner. Dus ik denk dat ik de buitenrit toch afzeg. Ik wil natuurlijk niet dat voor ongeluk met een buitenrit het bit tegen zijn mond of tegen die wond aankomt en dat die wond weer open is. Door Stanley's PPID geneest alles gewoon wat minder snel. Het was ook echt een behoorlijk gat hoor. Ik heb helaas geen foto van het gat zelf, maar ik zal even een foto plaatsen van wat ik nu zag, want ik had wat eten weggehaald. En toen kwam er toch een beetje bloed bij kijken. En Stanley laat gewoon niks merken. Hè? Dus nou, dat van een halflinger. Ik heb 2 halflingers en ze laten nooit wat merken. Echt top. Zo'n kwalen. Maar goed, in ieder geval, ik heb hem even op stal gezet. Ik ga nu zo Max vangen en dan ga ik Max even poetsen en Stanley even poetsen. En dan ga ik daarna lekker naar huis en dan ga ik nu even over nadenken over de buitenrit. Ik wil wel heel graag, maar veiligheid voorop. En nogmaals, ik kan wel met bitloos met hem, maar ik ben al heel lang niet meer op buitenrit geweest. En het wordt de eerste keer. Dus dan vind ik een bit toch wel heel fijn. Zie, kom maar. Nee, schatje. Ja, je hebt net begin gemist, hè. Maar je was eigenlijk hooitjes aan het eten. Maar jullie eten geen Maxi. Nee, die daar is Maxi. Die hebben we nodig. Ja, kom maar, man. Kom maar. Gaan we even naar dit draadje. Kom. Gaan we naar dit draadje. Ja, goed zo. Hebben we mee? Oké. Okay. Nou, de dag liep even wat anders. Ik moest de training van Max van Stanley wat onderbreken. Omdat hij toch nog een wond had. Dat heb ik ook verteld. Tenminste, die wond is nog aanwezig. Het is een wond. Het is geen wond, maar het moet nog goed dicht. En het tandvlees is echt nog rood. En moet eerst goed herstellen voordat dat ik echt een bit in wil doen. Max heb ik niks meegedaan. Morgen denk ik wandelen met Max en Stan en dan zie ik het wel. Nou ja, qua buitenrit zou ik eigenlijk op buitenrit gaan. Is ook nog even de vraag of ik ga. Nu gaat er wel een groepje, die gaat alleen stappen en draven. Dus misschien dat ik me daarbij aansluit in plaats van met de groep van galopperen en draven. Dus ik moet even kijken hoe die dat, of ik dan dat ga doen. Want
Het is wel goed voor hem dat hij wat doet. Dus, en mooi lekker rechtuit op het bos is ook wel heel fijn. Maar in ieder geval, dat ga ik dus nog even over nadenken. Ik ga lekker naar huis. Ik heb niet op de zooi in mijn auto. Maar de voelbak is weer meegenomen. Dus die ga ik zo meteen, zometeen of morgen weer vullen. Dan hebben we weer lekker hun eten. En dan ga ik naar huis. Ik ga voor jullie gewoon een leuke weekend, paas weekend vlog maken. Niet dat er heel veel spannende dingen gaat gebeuren. En ik weet niet of ik het verteld had, volgens mij wel. Maar in ieder geval gisteren kwam ik erachter dat de wond van het verwijderen van Stanley's ruimtand nog niet helemaal goed dicht genoeg is zoals het hoort. Dus ik kan nog geen bit in doen. En ik zou eigenlijk de tweede Pasen op buitenrit gaan. En daar zou ik jullie ook in meenemen. Alleen heb ik besloten om dat niet door te laten gaan. Ik weet niet of ik al de reden verteld heb. Maar in ieder geval, ik kan bitloos rijden met Stanley. Dat is ook helemaal het probleem niet. Alleen, even de bal gooien. Hé, Annie? Ja, de bal gooien. Alleen, het is een bos die ik niet ken. Op mijn voorstel konden we makkelijk naar het bos toe stappen. En dat bos ken ik. Was dat bos het, had ik gewoon op buitenrit gegaan. We kenden de weg. Een beetje. Maar deze bos niet. En wat ik ook dan weer de eerste keer leuk met Stanley wegga met de trailer. De hand veranderen. Kom Annie. Neem je bal mee. Maar in ieder geval, heel besloten om niet mee te gaan, want ik moet dan weer met de trailer weg. Wat dan ook weer de eerste keer voor Stanley, dat hij van zijn nieuwe stal weer met de trailer weggaat. Dan ga ik op buitenrit met allemaal brave paarden, dat is het probleem ook niet. Maar ik vind het zelf gewoon niet prettig. Dat is best natuurlijk even weer een onderneming. En dan vind ik het zelf ook nog spannend, omdat ik dan ook nog bitloos ga. Ja, vind ik het alleen maar nog wat spannender. In ieder geval. En ja, kom! Heb je bal? Nou. Leukste onderbrekingen. Maar in ieder geval, het zou heus wel goed gaan. Alleen omdat het best een onderneming is en het best spannend vind. En al even ook niet meer op buitenrit ben geweest. Heb ik zoiets van, weet je, het mooie weer komt eraan. De mooie maanden komen eraan. Er komen gelegenheden genoeg dat ik wel buitenrit kan. En gewoon dan wel eventueel mijn bit in kan doen. Vind ik het jammer? Ja. Aan de andere kant denk ik nog steeds een beetje van, doe het gewoon, dan maar bitloos. Ik heb die knol, 16 jaar. Maar aan de andere kant is het best nog wel een onderneming. En ik ga over 2 weken naar de Human & Horse Academy. Dan ga ik weer massatrainingen dagen doen. Dus dan mag die ook met de trailer. En wat ook natuurlijk is, daar moet ik ook nog even bij zeggen. Het is dan de eerste keer dat ik zelf met paard en trailer op pad ga. Dus het is al een hele, voor mij al een best wel spannende onderneming. Dus ja, ik doe het gewoon niet. Dat wondje is nog niet helemaal genezen. Ik ga gewoon lekker bitloos in de bak rijden. Een beetje grondwerk doen, bitloos. En laat eerst maar dat plekje gewoon goed genezen. Nou, ik heb hier een heerlijke stunt. Ik kom bijna bij het einde van mijn rondje met de hond uitlaten. Ben ik de lijn kwijt. Die gaan we maar even opzoeken. Dan loop ik het rondje nog een keer. Ik heb de hond geluk. Een extra rondje voor Enja. Annie, kom. Ja, we gaan nog een rondje doen. Jij geluk. Nee, we gaan die kant op. We gaan nog niet naar huis. We moeten je lijn even zoeken. Nou, geen idee waar ik hem heb laten vallen. Ik hoop niet te ver weg. Waarschijnlijk met mijn camera pakken of zo. Geen idee. Het zal wel. Nou ja, hond blij. Alhoewel, die denk ik ook wil me eten. Maar gewoon een extra rondje met de hond. Dus gelukkig droog. Ik heb alleen geen rand, is los van me. Knie. Ah, mijn lijn gevonden. Gelukkig. Daar ligt hij.
aan het begin van het pad. De mooie rode lijn van Enja. Ja, die hè? Ja, dat is jouw lijn. Ja. We hebben hem gevonden. Kunnen we naar huis? Kun je brokjes eten? Ja, oké. Okay. En op naar huis. Nou, ik ben nu op stal en in plaats van wandelen ga ik Stanley rijden en dan Max ernaast. Dus dan gaan we dat oefenen. En misschien een heel klein stukje naar buiten. Maar eerst maar even zoeken waar ze zijn. En ik ga buitenrit en ik vind het reuze spannend, want ik moet witloos. Dus, ik heb witloos hoofdstuk mee. Ik neem helemaal bit mee. Voor het geval dat ik het toch niet vertrouw en dan krijg ik er gewoon een beetje in. Maar nu ga ik even alles snel klaarmaken, paard pakken, eten klaarmaken en dan vertrouw gewoon. Ik moet zien hoe het gaat.
Ja, we zijn een soort klaar voor. Ik vind de batterij is wel bijna leeg van deze camera. Dus ik weet niet wat ik kan filmen nog vandaag. Ik heb mijn eten, ik heb alles. Ik ga nou zo richting trailer. Nou, we zijn er. Stan is er klaar voor. Hij is nou aardig rustig, want hij was een beetje druk. Hè? Mijn vriendinnen zijn ook mee, dus komt wel goed. En we gaan gewoon bitloos. Ik heb wel een beetje mee, zoals ik al zei. En hij is er klaar voor. Ben je klaar voor, opa? Dus de camera gaat nu gewoon in de auto. Ik doe al mijn GoPro dingetje op. Ik hoop dat hij het doet. Maar dat zien we zo meteen wel. Halstelhoofdstellen van bij Belkie zijn echt gewoon top. Want je kan het als een halstel gebruiken en als een hoofdstel. Dus ik hoef dan niet constant hoofdstel te wisselen. Dus ik heb hem gebruikt voor in de trailer. En op buitenrit dan ook bitloos. En ik had ook mijn bit bij me, zodat ik een bit aan vast kon klikken en eventueel een bit in kan doen. Dus dat ging hartstikke goed. Ik weet niet hoe lang ik nog kan lullen. We gaan zo nog lekker ontbijten met z'n allen. En dan ga ik daarna nog even Stanley pakken. Want die heb ik nu gelijk teruggedaan in de groep. Want daar heeft hij dan geen geduld meer voor. En dan ga ik hem zo nog even eten geven. Maar ik ben blij hoe het gegaan is. Nou, tijdens het editen kwam ik erachter dat ik nog niet verteld heb hoe de buitenrit ging. De buitenrit ging heel super, heel fijn. Ik was tevreden. Stan deed het ook heel goed. Met zo'n grote groep loopt wel iets in over zijn eigen tempo. Maar goed, hij deed het heel goed. Ook bitloos deed hij heel goed. Soms was ik wel iets minder lange
remweg, om zo maar te zeggen. Maar hij deed het heel super. Hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet op abonneren te klikken als je dat nog niet gedaan hebt. Doe eventueel een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei doei!